We zitten met z'n allen niks te doen aan de rand van een moeras. Lidwientje is net met de firma Schiermonnik overgestoken naar het verzonken kasteel. Waar Moerasmonse Trom schijnt te zitten met alle geesten van kwaadgas. Bertram is al binnen. Die is onder water gedoken en heeft zeker een ingang gevonden met Barend. Ze zijn in ieder geval niet teruggekeerd en Bertram verdrinkt vast niet. Het is hier allemaal ontzettend raar. Het is donker en de maan schijnt alleen maar door een gat. Maar als je niet door dat gat kijkt, maar ernaast in de lucht, zie je de maan nergens. En wat ons opgevallen is, ik ben benieuwd of Bertram en Barend daar ook aan gedacht hebben ondertussen. Het is hier donker. En toen we door het tijdgat in Groot Ardubal wegreisden, was het daar net dag geworden. Dus er is wel tijdverschil. Een halve dag minstens. Een dag wel. Dus ambtenaar Ochterop weet ook niet altijd alles. Elf Schepel is met Arnoud en Hildebrand binnen. Ik hoop dat ze het niet al te moeilijk hebben, die goede sufkoppen van ons. Nou, konden we er ook maar heen. Naar de plomp. Iedereen beleeft avonturen en wij kunnen het heen en weer krijgen. Of juist niet. Dit is de nog lang niet afgelopen serie. Kunt u me de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Met in de hoofdrollen Rob de Nijs als Bertram Bierenbroodspot, Loekie Knol als Lidwientje Walch, Ab Hofstee als Hildebrand Brom, Martin Brozius als Arnoud Koffij en het kinderkoor Henk van der Velde als de kinderen van Hamelen. Ze zijn bang van me. Ze kruipen voor me in het slik. Zou ik net van ze winnen als ik met ze ging vechten? Oh, grote Trom. Grote Trom. Lelie van de plom. Lelie van de plom. Koning van het krom. Koning van het krom. Hier hou ik van. Prik ze. Wie zal ik het eerste kiezen? Wie eerst? Hildebrand, hij vraagt je wat. Ja, die bollen, ja. Ja, bollen, rollenbollen, 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 rollen, rollen, rollen. Jij klopt voor de plomp, maakt modder van je. Modder? Modder op zijn naam. Modder op zijn naam. Spreek op zijn kruis. Dus die rollenbollen heeft er. Niks hoor! Jawel! Jawel, ik plak jou! Hé, mijn vriend. Mijn vriend wil helemaal niet rollenbollen. Ik Tromp wil rollenbollen! En jou plak ik ook! Modder? Dan moet ik juist erg voor oppassen hoor, van mijn dokter. Hem wil ik het eerst. Oh, die dikke! Hoe dapper toch! Luister hoe bang hij is! Ik ben helemaal niet bang. En ik ben een goede trainer. Ah, maak de poedelpoel klaar. Ja, luister toch eens hoe bang ik is. Wat gaat hij eigenlijk met mijn vriend doen? Ja, ik ben een goede trainer en een massage en een harde handdoek wil ik ook. Poedelen. Trompje wil pret. Poedelen. Hop. Naar beneden, naar de poedelpoel. Wil ik het eerste, die dikke. En daarna die domme. Ja, het is gebeurd met ons. Trompje gaat met jullie rollenballen. Victorie. Hulemeld, ik ben jouw leermeester. Ik ben jouw trainer. Ja. Kan je ook marcheren? Wat is het? Poedelpoel? Ja, een worstelwedstrijd denk ik of zo. Het gaat wel tekeer, die kikkers. Arnoud en Hildebrand. Luister. Zolang zij zich vermaken, zal ik maar zeggen, met die Arnoud en Hildebrand, dan kunnen wij het best een beetje rondneuzen. Ik begin trouwens een beetje behoefte te krijgen aan de kleding. Ja, ik ook.
Dank, meneer Schiermonnik. Blijft u hier wachten? Ah, wil jij weer? Natuurlijk wil ik weer. Maar kom jij weer? Misschien. Maar als ik kom, dan ben ik niet alleen. Met vijven zijn we dan. Oh, vijf. Vijf is veel. Eén is maar alleen. Twee mag nog mee. Drie schommelt de boot. Vier een hoge sloot. Vijf. Dat lokt de aalen. Wel, dan ga ik maar, hè? Oh. Hier is je Duits, zuster. Krijg ik hem weer terug? Geef hem als je weer komt. Met één krijg je. Het weer kost je Duits. U denkt dat ik nooit weer kom? Wel, goed. Tot ziens en dank u wel, meneer Schiermonnik. Dank u. Zo donker aan de overkant. Ik kan ze niet meer zien zitten tussen het riet. Alhoewel, dat is wel een geruststelling. Als ik ze niet zie, dan... Ja. Zing eens aan. Rollenballenballen in de poederpoel. Rollenballenballen in de poederpoel. Ja, kijk, doe die doek uit. Uit die doek daar. Uit die doek. Je moet je jasje uitdoen. Ja. Oh, die plompe drop die heeft zo'n wit keetje op. Dat zal je ook wel krijgen. Nee, dat is alleen voor wie wint. En wat er heeft dan niemand gewonnen? Drop wint. Ja. Troompje lekker. Troompje gaat jou pakken. Hij gaat je poedelen. En hij gaat je halen door het slik. En sleuren door de drap. Ben ik mooi. Oh, zo mooi. Grote lelie van de vloer. Het gaat toch wel eerlijk, hè? Namens mijn kandidaat de ijsing. En één tegen één. De verliezer verliest. Au! Hij is toch niet sterk? Nee hoor, allemaal roze pap en deeg. Witte koek. Domkraai, tok tok en victorie. Ja, tok tok en een victorie. Trompie gaat je poedelen. Hij gaat je pabbelen. Hij gaat je sleuren door het slijk. En halen door het drapje. Hij zal je pakken. Als mijn lieve moeder me zo zou zien, dat ik zo door het slijk gehaald zou worden. Kom op, beste kerel. We denken een hamer vooruit. Wie was de beste in kleiduiven schieten met een kruisboog? Ja. Ja, maar dat is geen kleiduif. Ik misschien, straks. Wat is dat? De poedelvol begint. Wat nee? Trompiet. Oh nee. Ik protesteer, zeg. Namens mijn kandidaat protesteer ik, want de wedstrijd is nog niet begonnen. Meneer! Wat schreeuwen we naar die veerman? Wou je toch stiekem oversteken? Nee. Hoe heette die nou? Schiermonnik. Veerman Schiermonnik. Wat wil je dan? Nou, dingen vragen. Wat? Welke dingen? Waarom het hier donker is bijvoorbeeld. Terwijl het in Groot Uilenbal dag was. En nog een heleboel meer. Een verhoging. Dit zou een vergaderruimte kunnen zijn. Mm-hmm. Hé, hey, kijk. Wat zou dat zijn? Een ding in een zwarte doek? Mm-hmm. Wacht eens even. Wat zit erin, denk je? Als het is wat ik denk dat het is, dan... Wacht, om ze komen. Ja. Vlug. Ja, rustig. Alsjeblieft. Wat zit erin? Een fles. Een fles? Met iemand erin? Mm-hmm. Met wie? Meerman Marin.
Zingen, zangen van kracht en tover en trollerij nog gebruikt die. Kijk hem aan en versteen hem. Versteen hem daarna. Wat? Verstenen, ja, dat is waar. We zijn er. Versteen. Ja, we zijn er. Hildebrand, hou goed vast, hoor. Maar kijk er niet eens in de smerige oogjes, hoor. Want dan versteent hij je. Niet aankijken. Aankijken? Wie moet ik aankijken? Zwart. Waar zwart? De lucht, meneer. Het is hier donker. Wij wilden u vragen of die soms een andere tijd was dan ergens anders. Want waar wij vandaan komen is nu klaarlichte dag. Ja, maar hier is nacht. Is het hier soms een halve dag later dan ergens anders? Of eerder. Eerder soms. Dat is de wolk van Tromp. De wolk van Tromp maakt het donker. Een soort donderwolk dus, die de hele hemel bedekt. Ja, dat is het. Ja, zoals bij vulkanen, uitbarstingswolken of zoiets. Dan is het ook nacht. Of een soort gaswolk. Dus die drijft over en dan wordt het weer licht. Niks licht. Tromp bakt geen wolk die drijft. Het is een zware wolk. Van kwaad gas. Van kwaad gas, ja. Van slechte sappen. Geen zon, geen maan, kraait de haan, nacht in de sloot, zwart morgenrood. Jawel, maar als het nou eens waait, hè, en het wordt af en toe licht. Het wordt niet licht, nee. Waarom niet? Omdat Tromp verdraagt het niet. Daglicht, hij verdraagt het daglicht niet. Maar ik moet wel even je vertellen, we zijn kampioen, hè? Ja, we zijn. Hou op. We hebben die plompe Tromp en we hebben een poepie laten ruiken. Hey, Plomp is droef. Ja. Nee, Plomp is afgedroefd, ja. Ja. Hij heeft alles gedaan, ja. Ja. Hij kan geen goed meer doen, die kleine. Het tegenvallen, hè, Kriel? Laat maar uit, u mag. Brengen met Tromp. Ze zijn wel goed. Ze zijn bang en dom en niet sterk. Ik ben helemaal niet bang, hoor. Ijzersterk is hij. Ubach praat niet eens meer met je. Tromp is boos op Ubach. Ja, hij klopt, die zijn jou prachtig zodra hij weer sterk is. Oh. Ja, ja. Je bent mooi klein en dat heeft hij graag. Klein? Ik heb veel klein goed. Tromp mag ze allemaal hebben. Allemaal klein, 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 klein. Jouw cadeaus zijn hier goed. Hij is te dik. En hij is niet dom. Ja. Zo is dat. Ze hebben net even gekeken, hè? Hé, hey, pas op. Oh. Ja, je bent dik. Je deugt niet als cadeau. Ik heb andere. Betere. Zeg, kleine ondier, je wil je mond wel eens houden. Jij bent een ik ben ijzersterk. Tromp, rustig. Ik heb mijn kracht niet. Tromp is boos en Ubach ook. Beter. Wacht, ik lieg niet. Breng me bij Tromp. Meester Neerman Marima.
Marieman is mooi. Niet? Is Marieman niet goed? Ja, trompeel Marieman. En ik heb nog meer. Waar? Grot. Adibal? Wie? Nauta. Oeh, je liegt aan een schepel. Nee, het is waar, het is waar. Breng me mijn tromp. En ik heb nog meer. Misschien. Wie? Troetel. En Snoer. Troetel? Ja, toch veel troetel. Nou, nou dan. Oh, we mogen eruit. Ja, ja, ik heb andere cadeaus. Maar jouw cadeaus deugen niet. Deze deugde niet. Oliebol? Huh? Ja, natuurlijk had je ze bijna verteld waar onze twee veeën zijn. Nou, die schepper die weet wel waar de veeën bij ons is bepoen zijn. Dat weet hij misschien helemaal niet. Dat weet hij misschien helemaal wel. En dan gaat hij naar God toe en dan komt hij buiten en daar staat de pompoen. Bertram, Lidwientje, hè? Kinderen, ja. Antena Ochterop, nou, die steken er huis wel een stokje voor, hoor. Ja? Die zijn toch in Oliebol? Waar zijn wij eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. Als je het mij vraagt, hè? Verder van huis dan ooit. Juffrouw Walch hier doen? Ik kom jullie kleren brengen. Nee, Tromp wil niet. Sla ze, stomp ze, prik ze. Die grootmoedige smaragd van de plooi. Nou, haal hem ook weg, want hij liegt en bedriegt. Nee, ik lieg niet, grootmoedige smaragd. Ja, Tromp vecht niet meer met jouw cadeaus. Nee, elf schepel gaf ze. U mag niet, elf schepel. Stomp hem. Stop hem! Stop hem! Stop hem! Ik heb de elf meegebracht, want hij zegt hij heeft goed nieuws voor u. Fijn. Ga weg, ga door met stompen. Grootmoedige smaragd, hij zegt. Hij heeft zich vergist. Hij is maar een elf. Maar hij zegt nu, ik heb 3 mooie cadeaus en 5x5 andere. Leugens. Ja, maar hij zegt, hij heeft ze ergens. Of heeft Wiltrom misschien Marieman? Huh? Marieman? Ja. Marieman? Waar is Marieman? Hiernaast, onder de zwarte doek? Jazeker! En Wiltrom misschien Nauta? Nauta? Waar is Nauta? Geflesd! In Aribal. Ik wil troep misschien troetel en snoer. En ik heb nog meer, als je meewerkt. Ik fles allemaal. 5x5 kleine cadeaus. Korte mensen. Ja, kleine zwak met een natte vinger te sarren. Dat zegt hij. Doe wat ik zeg en je hebt ze morgen. Ga in mijn flessen zitten en ik neem je mee naar Aribal. Nee, Tromp, geloof je niet meer. Pijn. Zal ik Marieman voor haar in de fles hiernaast onder de doek vandaan? Hij zit erin, kijk maar. En zo zit Nauta ook en Troetel en Snoer. Breng flesje aan Trom. Pijn. Sla de elf. Trom zegt. Pijn. Weet je nou wel zeker dat dit goed gaat? Hé, ja, doe nou maar wat ik zeg. Zij is de oudste en Barend is er niet. En niemand trouwens. We zouden hier bij elkaar blijven, hè? Jawel, maar... Ach joh, we zijn toch zo weer terug. We gaan alleen maar eventjes naar ambtenaar Ochterop. Aan de andere kant van de tijd gaat ze die boodschap doorgeven. En dan komen we wel weer hier terug, hoor. Nou, Jochem, maak het teken.
Er gebeurt niks. Jawel, jawel, kijk maar. Als ons plannetje nou maar lukt. Je had nooit mogen komen, Lidwientje. Het is hier alleen maar gevaarlijk, joh. Die dikke pad van een tromp, hè, is niks anders dan een verwende treiteraar. Een minderwaardige lapzak die het kennelijk hartstikke leuk vindt om te vechten met wezens die niet zo sterk zijn als hij. Heeft die Hildebrand... Vecht hij nu met Hildebrand? Nou, ik denk dat het gevecht inmiddels wel afgelopen zal zijn. Ik zag net tenminste een klodder modder afgedragen worden in een zijgang. En ik vermoed dat Hildebrand het is. Al weet ik natuurlijk niet hoe die eraan toe is. Arme Hildebrand. Dat is Barend. Daar komt iemand aan. Geest. Wat een griezel. En ik kwam Marieman halen. Hè? Onder die zwarte doek zat meerman Marieman in zijn zaagfles. Schepel had notabene zijn eigen herenmeester cadeau gegeven aan Tromp. Hij wordt nu uitgepakt, denk ik. Maar Bertram, waarom hebben wij dat toegelaten? Waarom wat... Barend. Wat? Barend heeft de fles. Met meerman Marie? Wat knap, Bertram. Maar wat zit er nou onder dat doek? Slaapt hij, Marieman? Hij slaapt als een roos. Hij is niet groot meer. Ik kan hem gemakkelijk wat doen. Hij kan toch niks terug doen. En zijn dochter komt ook nog. Ja, voor trompen, lieflijke Lely. Ik heb er nou de haren bijvoorbeeld geflesd met 12 lampioenen. En er komt nog meer, nog veel meer. 5 x 5 mensjes. Klein, 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 klein. En allemaal voor de grote tromp. Er zijn misschien nog mensen die bekijken mij wat koel. Die weten niet precies wat ik met poedelpoel bedoel. Dan zeg ik, lieve mensen, kijk, dan doet u mij tekort. Het gaat hier om het winnen en het gaat niet om de sport. Nee. Ja, oh, ja, ja, ja. Hier zit de winnaar van de poedelpoel. Nou nog mensen zijn die zeggen ja, maar kijk, ik heb nog meer bewondering voor iemand als Van Spijk. Die riep dan maar de lucht in, ook al deed hij dat niet graag. Dan zeg ik, dat is oude koek en we leven nu vandaag. Ja, zo weet je het hoor. Hier zit de winnaar van de poedelpoel, van de poedelpoel. Neef met akte, die kweekt goed champignons. Een heel begaafd biljarter, een zeurpiet onder ons. 3 maal reeds met duiven in Drenthe kampioen. Die man die is familie, die man kan het me doen. Want hier zit de winnaar van de poedelpoel. Van de poedelpoel, van de poedelpoel. De onbedoelde winnaar van de poedelpoel. Van de poedelpoel, van de poedelpoel. Meer maar money, man. Waar ben ik? Nou, daar. Waar ben ik? Nou, daar. En waar is mijn bril? Hey, hier zit de winnaar van de poedelpoel.
zou misschien wel zitten willen naast mijn zwager Ab. Die speelde de minuten van zijn 8 seconden krap. Of naast de eerste prijs van het toernooi wat lichter liet. Dan zeg ik, dat is zinloos, want die mensen zijn hier niet. Nee, ja. Hier zit de winnaar van de poedelpoel. Van de poedelpoel, van de poedelpoel. De onbedoelde winnaar van de poedelpoel. Van de poedelpoel, van de poedelpoel. De deed niet, hè? Ja, goed droog, die zou je hagelen. Houd je bouten. Bijna uit. Ligt je goed, hè? Hier zit de winnaar van de Poedelpoel.